Weet u wat er achter de bosjes zit? Nee, ik heb werkelijk geen idee. Nee, ik kom nooit achter die bosjes, dus ik kan het u niet vertellen. Weet je wat er achter die bosjes zit hier? Volgens mij een bunker, maar ik zou niet weten wat het verhaal erachter is. Ja, we staan hier bij een bunker. Dat zou je niet zeggen, want hij is niet te herkennen. En dat was nou precies de bedoeling van de Duitsers die hem hier hebben laten bouwen. Het was een telefoonpost voor de verbindingen tussen de kust en het achterland. Deze bunker die heeft hier twee deuren waarvan er nog maar eentje gebruikt kan worden, dat is deze. Als je hierin gaat, kom je in een lange gang en voor de rest is dat niks. Dat was een soort opberggang. De deur naar rechts achter mij, die ging naar binnen naar een ruimte via een sluis. Daar was een soort woon-werkkamer en er was een soort toezichtkamertje dat toezicht hield op de ingang. Oké, interessant. Deze bunker hoort tot de categorie zwaarste bunkers die bestand waren tegen de zwaarste vliegtuigbommen uit die tijd. En de muren zijn daarom ook 3 meter dik met gewapend beton. Dus niet alleen beton, maar ook met stalen buizen daardoorheen om hem extra stevig te maken. In 1984 wilde Defensie deze bunker kwijt. En een aannemer die schreef erop in en die vond dat wel een goed plan en die ging aan de slag. Maar dat lukte hem niet, want hij had zich verkeken op die stalen pijpen erin. En zijn boren gingen stuk en heeft het opgegeven. En Defensie heeft toen gezegd, nou laat maar.